Behalve dat ik het bed wel even had mogen opmaken. Nou kijk, de familie schaap. Behalve dus dat ik nu noodgedwongen moet werken aan mijn social media verslaving. What are you eating? Hoi, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben Jennifer en je kijkt naar mijn weekvlogs op het kanaal van Reizen Ghana. Hier elke week upload ik een weekvlog met verschillende dagen van mijn week. Soms sla ik een paar dagen over. Gisteren heb ik bijvoorbeeld overgeslagen omdat ik het allemaal niet zo boeiend vond. En ik zit hier nu in ons appartement, eigenlijk op ons bed. Ik ben even thuis gebleven. Mark, mijn vriend, is naar zijn café gegaan. Meestal ga ik mee, maar nu dacht ik, heb ik even geen zin in. Ik ga zo even het huis weer even opruimen. We hebben een heel klein appartement, maar dat maakt het niet minder rommelig. We hebben ook nog geen kledingkast of andere kasten waar we dingen echt kunnen opbergen. Nou, het is nu, behalve dat ik het bed wel even had mogen opmaken, het is nu iets beter. Helemaal niet zoals ik het zou willen hebben, maar ja, we hebben nu eenmaal nog geen kledingkast. Zoals je misschien wel merkt, kopen wij alle dingen zodra we weer een beetje geld hebben, wat we kunnen missen. Dan kopen we weer iets voor het huis. Het huis zit hier nu. Nou, het is totaal niet persoonlijk en het ziet er totaal niet uit alsof iemand hier woont, zeg maar. Maar goed, dat komt beetje bij beetje, dat is hoe we dat doen. Hallo, goedemorgen. Ik blijf vandaag weer thuis. Dat klinkt vast heel erg saai, maar ik vind het eigenlijk wel fijn. Gewoon even hier in mijn eentje zijn. Ik hou ervan om alleen te zijn. En gewoon, gewoon even mijn eigen ding te doen zonder rekening te hoeven houden met een ander. Ik ben net wel even, toen Mark naar de busstop liep, meegegaan om ontbijt te halen. En ook een naald en draad. Want ik heb namelijk, plat gezegd, ik ben uit mijn broek gescheurd. Uit een van mijn broeken gescheurd. Maar dat is wel een broek die lekker zit. Een beetje zo'n joggingbroekstof, maar toch een beetje stylish. Dus die ga ik even maken, zodat ik die weer kan dragen. En verder, ik ben bezig met mijn Nederlandse e-book. Die is qua tekst bijna af. Dus daar ga ik, die ga ik afschrijven. En dan moet ik het nog vormgeven. En dan kun je die bestellen, als je dat leuk vindt. Het staat vol met reisadvies. De beste waar ik bijvoorbeeld mijn vliegtickets boek. Een inpaklijst. Aanraders waar ik graag kom qua hotels en restaurants. Advies hoe je met de Trotro rijdt bijvoorbeeld. En dat soort dingen allemaal vanuit mijn eigen ervaring. En ook nog een lijst met plekken waar ik nog niet ben geweest. Maar waarvan ik denk dat het wel heel leuk is. Dus misschien wil jij erheen gaan. Dus die komt heel binnenkort uit. Vind ik heel leuk. Ik heb natuurlijk al het Engelse e-book. Maar het Engelse e-book is eigenlijk echt mijn favoriete in Ghana en een stukje erbij geschreven over wat dan mijn lievelingsmaaltijd is bijvoorbeeld. Maar verder geen advies van hoe moet je reizen, hoe vraag je een visum aan. En dat doe ik nu in het Nederlandse e-book wel, omdat het natuurlijk ook gericht is op Nederland en een beetje op België ook. Dus daar ga ik verder aan schrijven. Gisteren, mijn video's zijn verder niet gelukt. En nou ja, je ziet het misschien aan mijn hoofd, maar ik heb hier een infectie. Dat is niet zo smakelijk, sorry. En normaal kan het me niet zoveel schelen dat ik nou eenmaal niet gezegend ben met een egale huid. Maar voor die video's, die hoop ik natuurlijk heel goed bekeken worden en dat soort dingen.
daar heb ik niet zoveel zin om er dan als een soort halve hamster op te staan. Dus ik wacht even. Ik ga er gewoon verder met de ideeën uitschrijven. Met ideeën genoeg. En dan neem ik die video's later wel op. Denk ik trouwens vanmiddag wel rond een uur of vier even een stukje wandelen. Want de hele dag thuis. Het is ook niet leuk. Het is vrijdag vandaag. Dus Mark heeft de Board Games Night in het café. Dus die komt ook pas rond 9. Misschien zelfs wel 10 uur vanavond. Nou, ik hoef er geloof ik geen side hustle bij te zoeken. Want dit duurde lang. Dit duurde veel langer dan ik dacht. En het was ook een beetje lastiger dan ik dacht. Nou, iets waarvan ik hoopte dat het nog lang niet zou gebeuren, is gebeurd. Ik kreeg net een melding op mijn telefoon dat mijn internetdata bundel afloopt over 200 MB. Ik had in april, bijna eind april, dus bijna 3 maanden geleden, een internetbundel van 200 gigabyte en kreeg 100 gigabyte gratis. En ik moet zeggen, ik was toen ook nog heel veel. Ik was toen nog, nou, ruim een maand. Ja, 6 weken ongeveer in Bangkok. En in Bangkok is ook geen wifi waar ik gebruik van kan maken. Dus daar heb ik dat voor gebruikt. Ik heb in het begin heel veel YouTube gedaan, totdat ik erachter kwam dat mijn data wel heel snel ging. Het is beter dan live YouTube kijken, maar toch, het nam wel veel in. Dus dat heb ik toen verminderd. En hier in het café, daar ben ik gewoon ingelogd op de wifi van het café. Dus dat is niet zo erg. Maar hier thuis hebben we alleen onze eigen bundels. En het komt niet zo goed uit, want ik heb geen budget voor weer zo'n grote bundel. En dat is de goedkoopste bundel die er is. Daar doe ik dus ongeveer 2,5 maand tot 3 maanden mee. Maar ja, hier in Accra zou ik er dan weer langer mee doen. Omdat ik dan dus vaak naar het café ga en daar van alles doe op het internet. En ik denk dat ik nu een beltgoed ga kopen voor 50 cedi. Dat is ongeveer 8 euro. Zodat ik wel altijd tenminste mijn WhatsApp kan checken als ik hier ben. En als ik weer meer budget heb, dat ik dan weer de grote bundel ga kopen. Goed, het is bijna, bijna 4 uur. Dus ik ga mij klaarmaken om te wandelen. Dat ga ik doen, want ja, nu kan ik ook niks anders. Nu heb ik nog wel heel veel Netflix en podcasts hoor. Dus ik ben niet verveeld. Not at all. Oh, nu geeft mijn telefoon weer een melding. Ja, ja, ik weet het. Ik weet het al. Maar goed, dus ja, er is wel genoeg te doen, maar het is wel balen. Weer terug. Ik heb er ongeveer 1,5 uur over gedaan. Even 1,5 uur gewandeld. Oh, er ligt. En ik heb ook even Indomie gehaald. Ik had mijn bakjes niet mee. Ik ben even naar buiten gegaan voor mijn soort van dagelijkse ommetje. Aan de kant gegaan om deze lollies te kopen. Die heb ik gisteren gekocht. En die zijn een beetje zuur en ze zijn echt heel erg lekker. Ja, dit is dag 3 op een rij dat ik thuis ben. Voor jullie heel erg saai. Ik vind het om eerlijk te zijn best wel chill. Behalve dus dat ik nu noodgedwongen moet werken aan mijn social media verslaving. Dat is een beetje jammer, maar Mark is al een tijdje weg voor een afspraak. Ik heb vanmiddag zelfs geslapen. Ik denk dat dit echt wel een van de luisterdagen is die ik gehad heb sinds ik hier ben. Nou kijk, de familie Schaap is ook weer buiten. Die weer niet buiten is geweest, ben ik. Ik weet niet wat ik heb deze week. Het spijt me dat de beelden niet zo indrukwekkend zijn deze week. Maar zoals ik ook al eerder heb gezegd, dit is het leven wat ik nu heb. Het is compleet saaier dan toen ik nog fulltime reisde, toen ik in Ghana was. Maar goed, dat komt ook allemaal wel weer goed.
Ik heb wel heel goed aan mijn Nederlandse e-book gewerkt. Maar ik heb dus geen internet meer in huis. Dus die moet ik dan morgen even gaan editen op internet. En ik ben ook bezig om alle... ik bied ook reisroutes aan die al voorgeschreven zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld een avontuurlijke reis voor 3 dagen. Dat is dus vooral als je al in Ghana bent. Kom alsjeblieft niet naar Ghana voor 3 dagen. Dat is niet de bedoeling. Maar die boek je dan en die komt dan direct in je inbox. En die had ik eerst alleen maar in het Engels. Dus vanaf mijn Nederlandstalige website werd je dan doorgestuurd naar mijn Engelstalige website. En dan kreeg je de route ook in het Engels. Maar die ga ik nu allemaal vertalen en ook verbeteren. Natuurlijk, want die heb ik een jaar geleden geschreven. Dus ik ga ook even kijken of die routes nog wel zo leuk zijn en dat soort dingen. Dus dat is werk. Dat doe ik gewoon op Word zonder internet. Dus dat kon ik vandaag thuis doen. En dan heb ik nog iets met mijn infectie hier. Meneer de hamsterwang. Of mevrouw. Daar gaat best wel goed mee. Mark heeft een soort van mintolie of zo. Nou, het is niet echt olie. Maar in elk geval, het is een vloeistof en het ruikt naar mint. En heeft hij gekocht en dat heb ik nu een paar dagen opgedaan en het is echt veel beter al. Mark, what are you eating? Rijst. We eten even rijst met saus. Tomatensaus. Say it again. Ik eet in rijst. Oké, eet smakelijk. Het vast wel herkend waar ik weer ben vandaag. Ik heb de hele dag in het café gespendeerd. Ik ben een soort van 2/3 met mijn e-book in mijn editprogramma. Dus ik hoop dat ik hem deze week online kan zetten, zodat je kunt bestellen. En dan gaan we nu natuurlijk nog even naar... Yes! En de tip van deze week is neem een tent mee of koop die in Accra. Je kunt die bijvoorbeeld hier in Accra bij Decathlon kopen. Kun je misschien daarna aan iemand anders verkopen of vraag je in een groep of iemand een tent te leen heeft. Zodat we niet allemaal een tent gaan aanschaffen en 1 keer gebruiken. Daar zitten we hier niet op te wachten, op al die rotzooi. Maar bij heel veel hotels kun je ook in plaats van een kamer huren je tent neerzetten. En helemaal als zij een dorm hebben, dan kun je daar ook gewoon douchen en zo. Dus om kosten te besparen, neem een tent mee.